Ja, we staan naast de grote of Sint-Andreaskerk in Hattem. En van de voorkant valt er niet zo op, maar aan de zijkant zie je dat er een steiger staat en dat alles ingepakt is. Men is hier al een paar maanden bezig met het dak te renoveren en we gaan eens even kijken hoe dat precies in zijn werk gaat. Ja, we staan hier boven op het dak bij de kerk. Ja. Wat gebeurt hier allemaal? Wat gebeurt hier allemaal? Nou, nogal wat. Het hele dak wordt vervangen, althans de dakbedekking. En het dak zelf wordt gecontroleerd. Daar is ook nog wel wat aan te doen. En ook de goten worden nagelopen, de natuursteen, de dakkapellen. Er wordt geschilderd, slecht houtwerk wordt vervangen. Maar het overgrote deel, daar gaat het eigenlijk om, is het vervangen van de leienbedekking. Ja. Dus die leien, dat is een natuursteenproduct, uit Duitsland komen deze. Die hebben een bepaalde levensduur. Hè. Op een gegeven moment komt er wat vocht tussen, het gaat vriezen, het schilfert af. Dus goede leien kunnen nou, ongeveer 80 jaar mee. Deze hebben er ook volgens mij ruim 80 jaar op gezeten. Want dit is een project wat al heel lang loopt. Het zou eigenlijk 10 jaar geleden al gebeuren. Toen is er wat misgegaan met de subsidie, buiten onze schuld. Er is driftig gespaard, al tientallen jaren door de kerk. Er is ongeveer 5 ton gespaard door het kerkvolk en ook door allerlei markten. Er is ook wel eens een erfenisje geweest. Dus 5 ton gespaard, maar de hele klus is ongeveer 1,2 miljoen. En we hebben na een paar jaar vragen en bedelen en smeken gelukkig een subsidie gekregen van de provincie Gelderland. Een hele forse, 5 ton, het maximum wat we kunnen doen voor dit soort dingen. Dus toen, daarmee hebben we 1 miljoen en kunnen we het werk nu gaan doen. Punt is wel dat het 1,2 miljoen kost, dus we moeten nog 2 ton bij elkaar schrapen en sparen en bedelen en zoeken. En gelukkig hebben we daar wel wat hulp van allerlei mensen bij en zitten we inmiddels op ongeveer 1 ton van die 2 wat binnen is. Dus we hebben nog 1 ton te gaan, maar ik hoop dat er nog wat mensen kijken naar deze uitzending en ons gaan helpen. Ja, ja, ja. Want als je nou kijkt naar het werk wat hier allemaal gebeurt, al die leistenen, die oude moeten dus stuk voor stuk afgehaald worden, zie ik. Ja. Elke keer komt er een man naar beneden met een stapel leistenen. Ja, ja. En allemaal vervangen worden door gewone nieuwe leistenen. Ja, klopt, klopt. Ja. Dan kun je duidelijk ook het verschil zien tussen oude en nieuwe. Hier gestapeltje oude, geloof ik. Ja, die kunnen het wel zien. Ze worden dunner en ze gaan schilferen. Je hebt soms vorstschade. Nou liggen ze 3 lagen over elkaar heen. Hè? Dus het duurt een hele tijd. Maar dat is ook een van de problemen. Je kunt altijd heel moeilijk vervangen. Ja. Hè? Want dan breekt het af. Het is allemaal handwerk. Ja, het is allemaal handwerk. En je moet allemaal omhoog. En je moet stijgen. Dat stijgen kost natuurlijk ook heel veel verzekering. Ja, maar we zijn heel blij dat we dit kunnen doen. De kerk is in een hele goede conditie. De kerk wordt ook heel veel gebruikt, het gebouwkerk. Ja, we zien hier een echte leidekker. Zijn er nog veel van in Nederland? Weinig, weinig, heel weinig. En er is ook heel weinig aan personeel te komen. Maar is in de hele bouw is dat tegenwoordig nu. Hè? Het is heel weinig aan vakmensen te komen. Wil je een speciale opleiding voor volgen? Wij doen het bij ons intern in het bedrijf doen we opleiden als leidekker. En verder is er geen specifieke opleiding hier. Ja, want de man die boven staat te timmeren, dat is een leerling? Dat is een leerling. Die is nu 2 jaar bij ons. En het duurt wel 1 jaar of 6, 7 dat je alles een beetje onder de knie krijgt. En timmer die alles dan met de hand vast? Nee, nee. Alles machinaal tegenwoordig. Vroeger deden we alles met de hand spijkeren. Maar het kan er gewoon niet meer uit met de hand gaan spijkeren. Maar dat duurt veel te lang. En een weerenwind op grote hoogte? Een weerenwind. En dat is nu wel lekker met een zonnetje erbij? Het is eigenlijk nu alweer te warm. Maar ja, je krijgt nooit afgepast. Geniet ook vooral van het carillon, hè? Ja, we horen net het prachtige carillon. Ja. Vorig jaar stond de hele toren in de stijgers. Ja. Heeft de kerk dat ook betaald? Nee, gelukkig is de toren is van de burgerlijke gemeente. In de tijd van Napoleon zijn alle kerktorens die van belang waren in die tijd genaast.
en van de kerken afgepakt. En eigenlijk is dat een groot geschenk geweest, want de kerken hoeven nou dat onderhoud. Je hebt niks aan zo'n toren, ja, je moet er onderdoor lopen en dat mag uiteraard nog steeds. Maar wij hoeven dus gelukkig niet het onderhoud van die toren ook nog op te brengen. Dat is de burgerlijke gemeente. Het gebouw moet natuurlijk ook onderhouden worden binnenin. Wie betaalt dat allemaal? Nou ja, dat is, we hebben gelukkig nog een hele levendige gemeente hier. Daar zijn gelukkig nog steeds heel veel mensen bij betrokken en heel veel vrijwilligers. En dat is ook wel eens goed om dat te noemen hoor. Bijvoorbeeld 30 mensen die elke week die kerk schoonmaken en soms in de winter wel twee keer. Hè. Als er een veel sneeuw en rommel is en er is een begrafenis of wat dan ook, dan moet hij nog een keer tussendoor. We hebben 6 vrijwillige kosters, een kerkmeester, Aart Vis die er heel vaak is. Een heel koor aan hele goede organisten die overigens wel een vergoeding krijgen. Echt toppers, maar dat is ook, organisten zijn er ook steeds minder. Maar in Hattem lukt dat bij deze kerk gelukkig nog heel goed, omdat we 2 hele bijzondere orgels hebben. Waar ook veel concerten op zijn. Ja, als je kijkt naar de historische gebouwen in onze gemeenschap, met name de kerken, dan zie je bijvoorbeeld dat in Deventer de synagoge verkocht is. Hoe zit het in de toekomst met Hattem, met een daling van een aantal kerkelijke mensen? Nou, in zijn algemeenheid hebben we natuurlijk te doen met heel veel kerken waar steeds minder emplooi voor is. En daarom is dit ook zo belangrijk dat die kerk nog zo midden in de samenleving staat. Want er zullen heel veel kerken gesloten gaan worden en misschien wel gesloopt of voethal of wat dan ook worden. In Zwolle, hè, de grote kerk is naar een stichting gegaan, zelfs de bovenkerk in Kampen, hè, de Martinikerk in Groningen. Al die grote kerken die kunnen niet meer door het kerkvolk, door de geloofsgemeenschap onderhouden worden. Daarom is het zo belangrijk dat we deze kerk goed bijhouden. Hij geldt als een van de top 10 kerken in heel Gelderland. He, qua waardevolheid, het interieur, de orgels, het gebouw zelf. He, en als hij in deze positie is, ja, dan is het ook voor de subsidiënten, de provincie, de overheid mogelijk om hem bij te houden. He, maar we zullen nooit, over 20 jaar, dan zijn er, ik denk wel, de helft van de kerken weg of zo. He. Dus dat is ook zo belangrijk, dat we nu weer een slag hebben. Want een kerk waar niks gebeurt, die wordt haast niet meer bijgehouden. Nou, er gebeurt hier heel veel. En een kerk met enorm veel achterstand, ja, dan kun je beter een paar die er een goed bijstaan bijhouden. He. Dus dat is wel een heel belangrijke slag. Ik denk dat we nog wel een generatie deze kerk goed bij kunnen houden op de huidige manier.